Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn tijdens de eerste coronagolf hard getroffen. Er waren honderden doden te betreuren, maar ook mochten bewoners geen bezoek ontvangen en was er voor het personeel geen beschermingsmateriaal. Hoe is dat nu, midden in de tweede golf? Als u naar links een kort stukje met mij meeloopt en dan heeft u daarachter dus inderdaad de cohortafdeling. We zijn in Rotterdam-Sjaloos in verpleeghuis Hanni Dekhuizen van Humanitas. Op een speciale afdeling zijn alle bewoners met COVID-19 samengebracht, op dit moment 32. En ook nu overlijden mensen. Wat we wel zien als grote verschil is dat mensen geen klachten hebben en toch positief zijn. Ogenschijnlijk die quarantainetijd goed doorkomen en binnen 24 uur van het ene uiterste tot overlijden komt. En dat is wel heel heftig. Weer slaat corona dus hard toe, maar het mag niet weer zo gaan als tijdens de eerste golf, benadrukte de bestuursvoorzitter van Humanitas eerder deze maand in een manifest. Nou ja, twee dingen die ik eruit wil pikken is niet alleen de aandacht naar de acute zorg, dus de ziekenhuizen, ook de niet-acute zorg. Of nou verpleeghuis is, thuiszorg, gehandicaptenzorg of GGZ of jeugdzorg, die hebben het net zo zwaar. En als het gaat om verdeling van mondkapjes of straks te testen, doe dat alsjeblieft in evenwicht. En besteed ook aandacht aan de humane kant. Sluit niet weer die verpleeghuizen. Probeer bezoek toe te laten en doe alles in overleg met familie en bewoners zelf als dat kan. En we hebben een dakje ziet. Ja? Goed ja, zo. Ja. Bezoek is nu wel welkom. Via een speciale reserveringsapp kan een tijdstip vastgelegd worden. Hoe vond je het toen je ons niet kon zien? Heel, weet je dat, de eerste keer? Ja. We hebben elkaar 3 maanden niet gezien. Nee, dat niet. Nee. Nee, dat vond ze heel erg. Ja. Ja, dat is niks. Ik ben blij dat ik even weg ben nu. Terug naar het voorportaal van de speciale COVID-afdeling, waar het personeel een broodnodige pauze kan houden. Kijk, bij de eerste golf wisten we allemaal niet wat we moesten doen. We wisten ook niet wat we moesten verwachten. En dan bij de tweede golf weten we eigenlijk al van, hey, dit gaat zo lopen, het gaat zo lopen. Dus we hebben al een idee erbij van welke kant we op moeten. Dus het is nog te bol werken met het personeel? Net aan. Ze zijn echt back-af, maar wij zijn geen opgevers. Hè. De zorg blijft doorgaan. Maar ik hou wel mijn hart vast. Het is dus zaak dat geen enkele medewerker onnodig thuis zit te wachten op een testuitslag. Tijdens de eerste golf werd verpleeghuispersoneel niet getest. Dat gebeurt nu wel, maar Humanitas wil zo snel mogelijk de invoering van een sneltest. Wij zijn nu begonnen met dubbel testen van de sneltest. 17 minuten uitslag met de reguliere test. En dat lijkt 100% match. Maar dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Nederland is nog niet zover. Duitsland heeft die test al goedgekeurd. Ja, dat zou enorme uitkomst bieden als je die test zou mogen inzetten. Ook om uit te sluiten of een medewerker wel of niet besmet is. En dat hij niet 3 dagen thuis zit. Want maar u gebruikt hem nog niet als de test? Nee, de dubbel. En het mag nog niet van de landelijke overheid. Dus daar moet wel druk op. Bent u bang dat het misschien weer zover komt dat er geen bezoek mag komen? Ja, toch wel. Want zeker voor de oudere mensen is het gewoon heel... Ja, het duurt gewoon veel te lang voordat ze iemand kunnen zien en even knuffelen en kunnen praten. Dus we hopen dat het blijft zoals het nu een beetje is.